toch grappig dat ik even voor de krim gereden ben. Ik ben even onderweg in Nederland. Niet zoveel te doen deze tijd. En ik ga maar even naar de Krim. Bij de Krim denk je natuurlijk al snel aan de Krim-Oekraïne. In Overijssel ligt ook een plaats die de Krim heet. En dat is toch even andere koek dan in Oekraïne. Ik moest even in Coevorden zijn en de Krim ligt niet ver bij Coevorden vandaan. Dus ik denk ik rijd er even langs. Ik sta hier aan de rand van de Krim. Vlakbij de ijsbaan en de sportvereniging volgens mij. En je kan hier gewoon vrij op de Krim staan. In de Krim is het hier. Zonder dat je dus bang hoeft te zijn dat je opgepakt wordt. Of dat je afgeluisterd wordt. Of dat je naar de strafkamp gestuurd wordt ergens in het oosten van Rusland. En deze Krim heeft natuurlijk niet zoveel te maken of niks te maken met de Krim in Oekraïne. Hier in deze Krim leeft iedereen in vrijheid. En op de Krim in Oekraïne, tijdelijk door Rusland bezet, leven ze niet in vrijheid. En is iedereen zwaar onder invloed van Russische propaganda en staatsmedia. Hebben mensen geen toegang tot vrije pers, niet eens het vrije internet. Wordt allemaal gecensureerd door de Russische overheid. En dat is hier natuurlijk niet het geval. Het is alleen de naam die overeenkomt. Hier wordt de kerstverlichting opgehangen in vrijheid. Toch grappig dat ik even voor de Krim gereden ben. Er zit een mooie, prachtig mooie grote boerderij op. Je hebt ook van die mooie grote boerderijen op de Krim en Oekraïne met beregeling. Ja, niet zo oud natuurlijk als hier. En al die beregeling kan daar ook niet meer, omdat die Russen die dam in de Dnieper, in de Dnipro, opgeblazen hebben. Dus dat hele irrigatiesysteem is daarmee ook eigenlijk verwoest. Of niet meer bruikbaar, het droogt uit, dus is er dan weer water in aan het lopen. Heb ik begrepen dat het dan ook niet in één keer goed werkt. En voordat dat allemaal weer opgebouwd is, dan zijn je tientallen jaren verder, ben ik bang. Dus daar hebben die Russen ook kapot gemaakt. En die Russische propaganda is levensgevaarlijk. Ik ben er misschien wat extra gevoelig voor, omdat ik er natuurlijk vrij intensief volg allemaal. Maar af en toe zie je in de Nederlandse krant iets van de Russische minister van dit zegt, dat zegt de schuld van de Oekraïners dat ze ik veel iets gebombardeerd hebben. Ja, dat is natuurlijk absurd. Oekraïne verdedigt zich gewoon. Oekraïne richt zich op militaire doelen. En die Russen bombarderen allemaal burgerdoelen. Zoals begin dit jaar ook in Oeman een flat geraakt is. Waar 23 doden bij zijn gevallen. Weet je, en als je dan in de Nederlandse krant schrijft, de minister van Defensie zegt, van Rusland zegt dit en dat. Dat is eigenlijk al propaganda, want alles wat zulke soort mensen zeggen is gelogen of bedoeld om te manipuleren. Om de mensen in het Westen te laten zien. Dan zie je wel, wij zijn wel normaal. Wij doen gewoon normaal, wij zeggen dingen in de krant. Ja, nou, zo werkt dat dus met die Russen absoluut niet. Die zijn ongelooflijk cynisch.
die geven er dus helemaal niks omdat zij van meer dan 300.000 Russische soldaten, meestal jonge jongens, ook met moeders of vrouwen en kinderen, dat ze die zomaar even de dood injagen of gewond laten zijn. Meer dan 300.000 Russische soldaten zijn omgekomen of gewond geraakt hier in deze oorlog.